Je ziet nu heel sterk dat westerse component in die jihadistische propaganda. En dat is echt iets heel nieuws, wat bijvoorbeeld bij Al-Qaeda of de Taliban nooit was. En dat maakt het extra gevaarlijk eigenlijk. De aflevering heet Cyberjihad en het gaat over de wijze waarop jihadistische groeperingen zoals IS online eigenlijk vrij en open hun propaganda over heel de wereld kunnen verspreiden. Ik vond dit een interessant onderwerp omdat de beelden van IS die we zien vaak via westerse media tot ons komen en vaak heel beperkt blijven bij eigenlijk alleen maar het beelden van de vlaggen van IS of soms een kort fragment van de gruweldaden, dus dat je het iconische beeld van een James Foley met Jihadi John erachter. Maar er is ook een hele andere kant aan die propaganda, dus bijvoorbeeld dat IS een soort romantisch beeld van zichzelf schetst. En dat zie je natuurlijk niet zoveel in westerse media. En ik vond het interessant om daar eens in te duiken en ook van die kant eigenlijk eens te kijken naar hun verhaal. Ik heb in mijn leven nooit mijn eigen als moslim gevoeld. Als deze momenten hier, tussen de moslims. Wij leven hier heel veilig. IS presenteert zich ook als een staat waarin geen racisme is. Bijvoorbeeld je huidskleur doet er niet toe. Omdat het gaat om dat je moslim bent. En als jij moslim bent, ben je onze broeder. En is hier een veilig, fijn leven voor je klaar. En als je maar gewoon hier naartoe komt. Dus als je wil begrijpen waarom jongeren afreizen, radicaliseren, moet je verdiepen volgens mij in het verhaal dat IS vertelt. En daar zijn ze ontzettend kundig in geworden, want een deel van de expertise die de jongens uit het Westen die kant op gaan, die kunnen misschien, dat zijn niet de meest doorgewinterde vechters, dus die kunnen niet misschien gelijk gaan vechten. Maar wat ze wel vaak kunnen is goed met computers overweg. Dus zij kunnen die gelikte filmpjes maken, zij kunnen via Twitter een app bouwen die vervolgens zo'n propagandafilm over heel de wereld verspreidt. Dus die vermenging, je ziet nu heel sterk dat westerse component in die jihadistische propaganda. En dat is echt iets heel nieuws, wat bijvoorbeeld bij Al-Qaeda of de Taliban nooit was. En dat maakt het extra gevaarlijk eigenlijk. Een deel van de IS-propaganda berust echt op waarheid. En dat maakt het natuurlijk ontzettend krachtig als jongeren dat zien. En zien van ja, dit klopt gewoon. Er is heel veel onrecht in het Midden-Oosten ten opzichte van moslims. En het Westen is daarmee de schuldig aan. En wij als moslims moeten iets doen, dus ik ga naar Syrië, want daar kan ik een heldenrol, daar kan ik als moslim iets betekenen voor mede-moslims. Als we dat niet willen inzien dat het zo werkt en dat je die jongeren moet erkennen daarin en zeggen van ja, daarin heb je gelijk, er is veel onrecht en er moet iets gebeuren, maar IS is absoluut niet de juiste weg. Help ze op een andere manier, weet je, probeer op een andere manier iets te betekenen. Zolang we dat niet doen, gaat het probleem alleen maar door. Dus ik hoop dat de uitzending daar een beetje inzicht in kan geven.